Met de komst van Borgerhout Groen-Wit was het alle hens aan dek voor het voorwaarts van coach Degenaars, die op de afgelopen speeldag nog de scalp van Boekenberg wisten te pakken na een spannende 14-15 eindscore en waar de Zebras ook al twee speeldagen ongeslagen waren met winst tegen AKC Luma en Skaldis, twee niet van de minste. En het was met andere woorden uitkijken wie hier de bovenhand ging nemen. Het waren de bezoekers die meteen de bovenhand namen en zo uitliepen naar een simpele 0-3. Via de Kaluwe kan de thuisploeg dan wel scoren, maar dat doen de rood-witte ook en zo staat het 1-4. Maar dan komt de tactisch inzicht van Degenaars naar boven en zien de bezoekers hun voorsprong slinken. De groen-witte weten nu wel de korf te vinden en gaan van een 1-4 achter naar een 5-4 voor. Yes! Beide teams gaan nu beurtelings scoren, maar het is de thuisploeg dat toch met een 3-puntenkloof kan gaan rusten. Het staat 10-7. In de tweede helft denken we dan dat het razend spannend gaat worden, want mede door de goed spelende Amor Gaste komt Borgerhout Groen-Wit op gelijke hoogte. Het staat plots 11-11. Nadien is het echter de thuisploeg die een 2-puntenkloof weet te maken en die krijgen de Zebras niet meer dicht. De goede wil is er wel, alleen vallen de ballen er niet meteen in en zo wint de thuisploeg met 20-16 en is het de nieuwe leider van de reeks. Oh, man.